Ja, we zijn ontzettend blij en verheugd dat we vandaag, ja, het is de eerste koersdag, maar het is ook de enige koersdag. En we zijn heel blij met het beperkte aantal toeschouwers, 250, daar hebben we heel streng de hand aan gehouden. En we hebben 81 paarden, dus we zijn zeer tevreden. Ja, want voor de duidelijkheid, je had wel veel meer mensen hier kunnen herbergen, hè? Alleen je mocht niet meer, hè? Nou, wij hebben dus, laten we zeggen, wij kunnen er wel 1500 of 2000 hebben. Maar je zit met die anderhalve meter afstand. En wij hadden uitgerekend 250 mensen. Dan gaat het net goed te handhaven, maar daarboven lukt het niet. Dus we hebben gewoon een streep ondergezet bij 250. Ja, en het lukt goed, hè? Want ik zie ook mensen die een patatje bestellen, houden mooi afstand van elkaar. De mensen houden zich er goed aan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de catering die houdt, heeft het prima afgezet. Maar wij zelf ook, we hebben overal pijltjes en afzetkoordjes op de bankjes. Dus iedereen houdt zich behoorlijk goed aan de regels. Ja. En voor de piqueurs natuurlijk ook fantastisch dat ze weer een keer van start mogen gaan. Ja, we krijgen enorm veel complimenten van de eigenaren, maar ook van de piqueurs. Want die grasbanen vinden ze toch wel een heel mooi item in de drafsport. En ja, je steekt toch wel een beetje je nek uit. Maar het is toch fijn als het zover is dat iedereen er weer van genieten van deze mooie sport. Voor Dennis Minnema, die opgroeide in Emmeloord en nu in Kuieren woont, was het een soort thuiswedstrijd. Minnema ging meteen in de eerste koers van start voor de stal van Bas Krebas uit Band. Hij werd uiteindelijk vierde en dat was minder goed dan verwacht. Het paard was niet helemaal eens met de conditie van de baan. De baan is erg goed en erg snel, dus hij moet hard lopen. Maar dat was hij niet aan toe vandaag. Nee, hoe komt zoiets? Ja, dat is gewoon. Het paard is nog niet heel erg doorgekoerst, dus hij is nog niet helemaal volleerd. En dan moet hij het van achteraf doen, dan moet je wel redelijk vlot op doorrijden. En dat lukte net niet, helaas. Nee, want je dacht zelf wel dat je mee kon met de beste, hè? Ja, ik was favoriet en ik had ook goede verwachtingen van hem. Want hij liep laatst in Duinacht al hele goede koers een paar keer. En ik denk als hij die klasse kan laten zien vandaag, dan moet hij dichtbij kunnen zijn. Maar ja, helaas was hij niet dichtbij. Hans Hagedijk is blij met deze ene koersavond, maar hij hoopt voor volgend jaar op meer. Ja, wij gaan ervan uit dat als we de corona onder de knie hebben, dat we volgend jaar gewoon weer 3 koersen zijn. Zeker weten.